Gaston, Titia, ik zie je even niet. Boris, dank jullie wel dat ik hierbij mag zijn. Wij hebben de afgelopen maanden contact gehad. Ik heb bij jullie thuis mogen komen en van dichtbij mogen zien wat het betekent om een kind te verliezen. En jullie geven daar op heel verschillende manieren uitdrukking aan. De een meer naar buiten gericht, de ander meer naar binnen gericht. Maar jullie zijn op heel verschillende manieren in staat om duidelijk te maken dat een kind verliezen het ergste is wat je kan overkomen. Het verandert je leven en het verandert je leven voorgoed. En dat kan niet meer gerepareerd worden. En tegelijkertijd zijn jullie toch in staat om iets te doen met dit grote verlies. En daarmee ook met de nagedachtenis van Pepijn. Jullie hebben eigenlijk Pepijn boven zichzelf uitgetild. Dat een jongen die ook symbool staat. Symbool voor de akelige tijd die we achter ons hebben liggen. De coronatijd. Die zoveel jongeren onvrij heeft gemaakt. Die de levenslust van jongeren ook weggeduwd heeft. En daar veel te weinig ruimte aan heeft gegeven. En tegelijkertijd maken jullie daarbij ook zichtbaar hoe belangrijk het is dat we onze jongeren beschermen. Dat we de kwetsbaarheid van jongeren zien en erkennen zonder dat we hen in de weg gaan staan. In het pad dat zij willen volgen. In de ruimte die zij nodig hebben en in de nieuwsgierigheid die zij moeten hebben. Met het pad voor Pepijn dat jullie hebben gemaakt en dat jullie samen hebben gemaakt met alle mensen die om jullie heen zijn gaan staan. Want toen ik bij jullie was, was het ontroerend om te zien hoeveel buurtbewoners zich om jullie bekommerden. En hoe intens en liefhebbend dat was. Jullie hebben een pad gemaakt dat symbool staat. Voor een jongetje dat op zoek is en dat zich wil kunnen uiten. Dat expressief is en levenslustig en nieuwsgierig. Maar jullie hebben ook een pad gemaakt dat eigenlijk symbool staat voor de waarde van onze stad. Naar buiten gericht, nieuwsgierig, open. En dat daarmee ook symbool staat voor deze buurt. Dank jullie wel. Het is mijn ongelooflijke eer dat ik het mag openen. En ik had het er met Gaston even over. We kunnen het ook ooit tot een formeel pad maken. Met een bordje. Maar misschien is dit wel beter om mee te beginnen. Informeel, avontuurlijk. En het zoekt zijn eigen weg door de bossen. Dankjewel.